Goedemiddag en welkom bij de enige echte. Dit is de Nederlandse top 40 voor 25 augustus. Met natuurlijk prijzen te winnen bij de top 40 regels. Met onder andere alle singles uit de top 40 die aangeboden door Jeroen Nieuwenhuizen. En de 40 grootste hits van de afgelopen week in de juiste volgorde. Tot 6 uur hoor je ze allemaal hier in de enige echte. 14 stijgers, 18 zakkers, 3 zittenblijvers en 5 nieuwe binnenkomers. Waarvan de hoogste op nummer 15. 10 stipnoteringen waarvan 5 superstippen, 10 ex-alarmschijven, 7 Nederlandse producties waarvan 1 Nederlandstalig en 7 platen die 10 weken of langer genoteerd staan. 5 nieuwe binnenkomers betekent dat er ook 5 platen het veld hebben moeten ruimen. Summer of Love gaat na 2 weken de deur uit, dankjewel Lonjo, Bumfunk MC's. En B-Boys Fly Girls na 7 weken de deur uit. 11 weken lang stond Joe in de top 40 met I Wanna Know. Nu gaat hij wat anders bedenken. Na 14 weken verlaat Alia de top 40 met Try Again. De fans hoeven het trouwens niet te missen, want vanaf vandaag speelt ze de hoofdrol op het witte doek in Romeo Must Die. En tenslotte Laid Back. Zij houden de Bad Sunshine Reggae 2000 ook gezien na 14 weken. En eigenlijk zijn er deze week geen 5, maar 6 nieuwe binnenkomers. De 6e werd namelijk gistermorgen om 9 minuten over 11:30 geboren en heet Jasmijn Jeannette Maren de Zwart. Met 51 centimeter lengte en een gezonde 3,4 kilo op de weegschaal komt ze deze week met superstip binnen in het leven van zusje Merel en de trotse ouders Marika en Erik de Zwart. Jongens, van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij Radio 538. En voor het kindje, de top 40 van Erik, zullen we de komende uren goed zorgen. Luister maar.